Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina en zoals jullie waarschijnlijk al weten, ben ik niet zo lang geleden verhuisd. Mocht je mijn verhuisvideo's nog niet hebben gezien, check ze dan snel. Ik zal ze hieronder in de beschrijving zetten. Een hele kleine toelichting voor de mensen die mij voor het eerst zien vandaag. Ik woon dus sinds een maandje nu op mijzelf, samen met een vriendinnetje. En ik dacht, laat ik eens een home tour doen. In een van mijn verhuisvlogs had ik ook een soort van mini home tour gegeven. Maar nu wordt het echt tijd voor de officiële home tour. Ik moet je wel zeggen dat ik nog niet per se een systeem heb qua opbergen. En nog niet alles heeft echt zijn eigen plekje. Het is netjes, maar het is aan de andere kant ook nog een beetje chaotisch. Maar dat doet er niet toe. Dus mocht je benieuwd zijn hoe mijn kamer en het hele huis eruit ziet, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar beginnen met de home tour. We beginnen met mijn kamer en dit is de deur naar mijn prachtige kamer. Oké, als eerst hebben we dit aan de deur hangen. Een kerstsok en mijn badjas en mijn tas die ik regelmatig gebruik. Dan lopen we verder en het eerste wat we zien is dit. Mijn tas en een andere tas. Ja, ik heb hier niet echt een plekje voor, dus het ligt daar. Dan zien we hier mijn bed en een nachtkastje. Laten we hier even gelijk gaan beginnen. Nou, op mijn nachtkastje heb ik een lamp en deze is van de IKEA. Ik vind hem echt super leuk. En dan hebben we hier bloemen van Grace Flower Box en een kaarsje die ik nog niet heb gebruikt. Dan de laadjes. We hebben hier allemaal random dingen. Dan hebben we hier, oh, deze gaat moeilijk open. Mijn sieraden, dus mijn horloges. En hier liggen ook nog allemaal sieraden. Dan is dit mijn elektronica la. Met opladers, iets voor mijn laptop en nog allemaal andere dingen. En de onderste la is eigenlijk ook best wel vol. Want hier heb ik allemaal tasjes in zitten die altijd handig zijn. Hier hebben we een kleedje en dit kleedje is van IKEA. Dan mijn bed. Heel mooi. En wat ik heel handig vind is dat ik onder mijn bed ook allemaal opbergdozen heb liggen. Want ik heb eigenlijk niet zoveel ruimte voor mijn spullen. Dus dit is echt ideaal. En daar liggen ook mijn sloffen. Dan mijn bed zelf. Het dekbed overtrek is van Wehkamp. En die kussenslopen zijn van de Primark. Dat kussentje is volgens mij ook van de Primark. I don't know. Die is van Stradivarius. En natuurlijk mijn knuffelhond die ik bij IKEA heb gekocht. Oké, aan de andere kant van mijn bed hebben we ook een nachtkastje. En ik heb hier echt alleen maar troep in zitten. Sportkleding. Nog meer bedrading. En hieronder nog meer sportkleding. Het is echt niet mooi opgevouwen of zo, maar moest er plek voor maken. Hier hebben wij mijn mooie adventkalender. En hier hebben we nog meer sieraden. En hier hebben we een plantje. En dit zijn de ringen die ik bijna dagelijks draag. Dan gaan we verder met de andere kant van mijn kamer. We hebben hier mijn kledingkast. En bovenop mijn kledingkast heb ik twee dozen staan. Die is wel gevuld met allemaal random dingen. En ik heb daar nog een lege staan. In die doos kan eventueel nog kleding in. Maar mijn kledingkast. We beginnen met deze kant. Shirts. En andere shirts. Ja, je ziet hier nu ook mijn camera liggen. Dat komt omdat ik geen plek voor deze camera heb. En ik wil hem wel opgeborgen hebben. Dus hij chillt hem tijdelijk even hier. Dan hebben we hier twee dozen met ondergoed en sokken. Hier liggen mijn riemen. Dan hebben we hier mijn broeken. En daaronder truien en pyjama's. Dan hebben we hier mij. Hallo, dit ben ik. Hier hebben we nog meer kleding. Ja, ik kom echt ruimte tekort. Maar hier hangen ook allemaal kledingstukken. En hieronder heb ik een aantal schoenen. Dit zijn niet al mijn schoenen. Ik heb ook nog heel veel schoenen onder het bed zitten. Maar hier heb ik ook allemaal spulletjes. En boven heb ik mijn make-up. De make-up die ik niet dagelijks gebruik, maar wel af en toe leuk vind om te gebruiken. Nog meer tassen, schoon beddengoed. Ja, en dat was het al. Dan gaan we verder naar mijn bureau. Ik kreeg heel vaak de vraag waar mijn bureau van was. Maar hij is van de IKEA.
En ik zie nu dat mijn lichtjes niet echt recht hangen. Nou, dat moet ik een keer fixen. Maar dit is mijn bureau. Met mijn computer. Mijn telefoon ligt hier. En mijn laptop. En ik denk dat ik nu al de vraag krijg van waarom ik een computer en een laptop heb. Nou, ik vind het thuis heel fijn om achter mijn computer te werken. En mijn laptop is gewoon om mee te nemen als ik buiten de deur afspraken heb of moet werken. Dus vandaar twee dingen. In deze hoek hebben wij mijn spiegel en make-upjes, pennen en mijn kwasten. Aan de andere kant hebben wij mijn mini kerstboom staan en nog een adventkalender. En hier hebben we een aantal kaarsjes en mijn waterfles. Oké, hier hebben we een laadje. En dit is zo ontzettend chaotisch. Ja, maar het heeft zijn dingen, ja. En aan de andere kant hebben we ook een laadje. En hier zitten mijn dagelijkse make-upjes in. Het is niet bepaald opgeruimd, maar dat hoeft ook niet. Dan mijn favoriete onderdeel van mijn kamer. Namelijk deze, ja, lijstenmuur. Deze lijsten zijn van Decennio. En de posters die erin zitten zijn ook van Decennio. Ik zal hieronder wel even een linkje plaatsen. En ik heb iets leuks voor jullie. Ik heb namelijk een kortingscode die jullie kunnen gebruiken. Ik zal het hier in beeld plaatsen, maar ook in de beschrijving. Maar deze posters dus. En hiernaast hebben wij, ja, wat kerstdecoratie en een parfum. Ik vond deze wel leuk bij de kleuren van de posters matchen. Dan hebben we ook nog verlichting. En het leuke aan deze verlichting is dat je hier foto's aan kan ophangen. Ik heb dat nog niet gedaan, want ik vond het anders best wel druk hier. Maar het is mogelijk. Dan hebben we hier nog een plank met allemaal leuke, ja, posters die ook van Decennio zijn. Dan hebben we hier ook nog mijn letter. En niet te vergeten, mijn YouTube play button. Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Ik vind hem zo leuk en hij past ook gewoon mooi. Het is best wel druk hier aan deze kant. Maar het heeft wel wat. Dus daar ben ik al super blij mee. Ik zal nu ook even de rest van het huis laten zien. We beginnen met de hal. Daar sta ik nu in. Hartstikke leuk. En hier hebben we de badkamer. Het is klein, maar fijn. Dus hier maak ik me elke ochtend klaar. Ik heb hier een eigen kant met al mijn spulletjes. Wat super fijn is. En dan hebben we hier alle handdoeken. De wasmachine en de douche. En dit zijn al mijn doucheproducten, mocht je daar nieuwsgierig naar zijn. Hier hebben we de wc. Misschien niet zo boeiend als de andere kamers, maar ja, die moet je ook hebben. En zelfs in de wc hebben we een kerstboompje. Dan de keuken. En de keuken is best wel fijn. We hebben aan deze kant een hele leuke decoratiemuur met, ik heb geen idee wat dit is. Volgens mij is het iets van Victoria's Secret, dat. Het is van in en out, allemaal random dingen. Maar het leuke aan deze kant is dat we hier allemaal Polaroids hebben hangen. Ik vind het zo ontzettend cute. En deze twee schilderijtjes met posters komen ook van Decennio. Ik vind het super grappig. Mijn huisgenootje is helemaal obsessed met pasta, vandaar dat we die hebben. Hier hebben we nog een cactusje. En ja, zo ziet de keuken eruit. En een leuk detail van de keuken is dat het aanrecht, zeg maar, een marble effect heeft. En jullie weten dat ik een marble obsessie heb. Dus dit vind ik echt perfect. En misschien vinden jullie het ook wel interessant wat we in onze koelkast hebben. Dit. Ik was het bijna vergeten, maar wij hebben hier een mokkenverzameling die dan op de bovenste plank staat. Alleen een aantal van die mokken staan in de vaatwasser. Ik vond dit wel even leuk om met jullie te delen. Voor de rest is de glazenkast best wel gewoon basic. Met thee, koffie. Dan de woonkamer. We hebben daar de kerstboom staan met allemaal cadeautjes eronder. En hier hebben we de tafel met, ja, plantjes, kaarsen, kerstdecoratie. Het is een beetje random, maar het ziet er prima uit. Een beetje rommelig, maar ja, het staat er. We hebben hier het zitgedeelte. De kussens die zitten echt ontzettend scheef. Ja, we hebben nog niet echt hele mooie matchy kussens voor bij de bank. Want het is nog best wel lastig om, ja, dingen leuk te decoreren. Maar we vinden het prima. En we hebben hier een zitzak, wat er eigenlijk niet bij past qua inrichting. Maar het zit echt comfortabel, dus love that.
Natuurlijk hebben we ook een tv met een hele, hele schattige pinguïn hier. Te leuk voor woorden. Dan hebben we hier een opbergkast en dit is mijn kant. Ik heb een hele leuke lightbox hier. Een camera, kerstdecoratie, een kerststok en dit zit erin. Dit is de inhoud van mijn kast. Aan de ene kant is het best wel georganiseerd, maar aan de andere kant is het ook best wel rommelig. En hier heb ik allemaal mappen, administratieve dingen. Dan heb ik hier allemaal boekjes, spelletje voor de Switch. Dan hebben we hier al mijn DIY spullen. Valt nog best wel mee. En die hebben hier nog andere spulletjes. Dan is hier het eetgedeelte met een lege fruitmand. Want ja, ik heb nog geen fruit gehad. Het ziet er nu echt stom uit, maar dat maakt even niks uit. Dan hebben we hier Sarah's, dus mijn huisgenoot's kledingenrek. Nou ja, jassenrek, waar ze al haar jassen heeft hangen. Want ik heb ervoor gekozen om mijn jassen daar te hangen. En zij heeft ervoor gekozen om haar jassen dus hier te hangen. Hierboven hebben we ja, de placemats. Drie schattige cactusjes en de onderzetters. Dan hebben we hier de kamer van mijn huisgenootje. Dit is niet zo super erg opgeruimd, maar ik kan wel even wat laten zien. Ze heeft hier een spiegel en die gebruik ik altijd. En natuurlijk heeft ze ook leuke kerstlampjes. Zullen we die even in het zoekvak doen? Kijk hoe leuk dit eruit ziet. En trouwens, die poster die je daar ziet, die is ook van Decennio. En ook Sarah heeft dezelfde kast. Ook met drie deurtjes en een spiegeltje. Dit is haar bed. Minder mooi opgemaakt dan mijn bed. Ook heeft ze hetzelfde bureau, dezelfde stoel, dezelfde prullenbak. Nou, dit was het dan weer. Mijn home tour. Het leek wel een beetje op de home tour die ik had laten zien in mijn verhuisvlogs. Alleen ja, dit was iets uitgebreider. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral dat duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laat me vooral weten wat je van dit huisje vindt. To be honest vind ik dit echt geweldig. Dit is het eerste appartement waar ik zelf in woon. En dit is gewoon perfect. Voor nu is dit gewoon beter dan perfect. Meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen. Alleen dat ik echt super blij ben dat ik hier woon. Ja, mocht je video suggesties hebben, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer met een nieuwe video. Doei doei!